college heeft een ontwerpbestemmingsplan klaargelegd voor de raad. Hoe buitengewoon is dat? Hoe zit dat? Nou, dat is een leuke woordspeling, want het gaat inderdaad over park buitengewoon. Voor de ouderen onder ons, die herinneren zich nog wel dat er in het verleden siertuinen met kassen waren aan de Kleefseweg tussen Venshelderheide en Ottersum. En nou ja, de eigenaren daarvan die zijn daar een jaar of 12, 13 geleden mee gestopt. En toen lagen die siertuinen eigenlijk braak. Het verwilderde een beetje en die echtparen, dat woonde daar verder alleen nog. Nou, op enig moment is er een nieuw, jong ondernemers-echtpaar gekomen. En die hebben dat park gekocht, die siertuinen gekocht, om op te vormen tot recreatiepark. En dat is kennelijk gelukt, want ze gaan er nu mee verder of wordt uitgebreid? Hoe zit dat? Ja, wij vonden als gemeente dat destijds ongeveer 2 jaar geleden een hartstikke mooi plan, want het draagt bij aan onze toeristische en recreatieve doelstellingen. En wij hebben toen betrokkenen een tijdelijke vergunning gegeven. En dat betekent dat ze aan de slag konden met 40 glampings, luxe kampeermogelijkheden. Hè, dat is zo typisch van die driehoekige tenten met echte luxe bedden erin. En verder kregen ze een vergunning om voor die klanten op en de cliënten op het park de horeca te verzorgen. En die vergunning hebben we destijds tijdelijk verstrekt, maar wel met de opdracht om binnen 2 jaar te komen tot een definitieve bestemmingsplan aanvraag. En ze zijn dus kennelijk redelijk succesvol, want ze gaan nu uitbreiden. Ja, ze gaan inderdaad uitbreiden. Ik moet wel zeggen, ze hebben verschrikkelijk last gehad van corona. Want ze starten net op het moment dat, nou, ze waren net een paar maanden bezig toen corona startte. Dus dat was heel slecht. Ze hebben verschrikkelijk hun best gedaan om die tijd door te komen. Dat is allemaal gelukt. In het definitieve bestemmingsplan wat ze nu aanvragen, breiden ze uit naar 75 glampinglocaties. En wat ze verder is aanvragen of de horecalocatie ook gebruikt mag worden voor iedereen in zeg maar buiten de klanten van het park om. Dus als wij zelf en iedereen die kijkt aan het fietsen is en bij park buiten gewoon langs gaat, dan kun je er langs van de kop koffie, gebakje en desnoods iets lekkers eten. En wij als college zijn erg blij met deze ontwikkeling. Betekent dat ook nog iets voor de omgeving? Dus ik bedoel verkeer, overlast, noem het maar op. Nou, in het kader van, en zo zie je hoe sommige plannen samenvallen, in het kader van de loop van Genep zijn we ook aan het kijken aan het gebruik van de Kleefseweg. Die wordt afgewaardeerd van 80 naar 60 kilometer. En we gaan ook kijken of de ingang van het park verbeterd kan worden. En dat wordt dus binnen nu en een paar jaar ook meegenomen. En dan hebben we een nieuw prachtig recreatiepark in onze gemeente erbij. En zo zit dat.